Goedemorgen. Vandaag ga ik naar de White Sundays. En daar ga ik dus inderdaad naar mijn boot. Twee nachtjes slapen en we gaan snorkelen. Volgens mij kan je ook op zo'n subboard staan. En super gaaf. Ik denk dat dit wel een hoogtepunt wordt van de hele vakantie. Kijk hoe mooi het hier is. Ik ga nu even kijken naar de plek waar ik zit, denk ik, opstappen op de boot. Zal ik straks niet in paniek raken of iets dat ik te laat kom of iets in die richting. Het is pas om 2 uur. Dus is het 2 uur kunnen we inchecken en om 3 uur gaan we varen. Dit uitzichtpunt is ook echt prachtig. Mijn benen zijn weer helemaal gezond. Dus ik voelde er een klein beetje, maar ik kan weer normaal lopen gelukkig. Het gaat allemaal heel goed aangegeven met bordjes en de plattegrond, dus komt het allemaal goed. Ik ga nu weer teruglopen naar Arley Beach. Dit lijkt wel een sprookje. Zo blauw. Ik dacht, wat hoor ik nou? Het is een soort van kalkoen. Wat is het voor beest? Het is toch ideaal dat je gewoon kan barbecuen bij het zwembad. Ik loop nu naar de boot. Ik ben echt heel benieuwd welke boot voor ons is. Liefje is niet zo lekker als verwacht. Ik was echt super zeeziek en moet het overgeven over de boot heen. Nee, niet over de boot heen, maar over de reding heen. En dat is zo naar. Dus ik ging maar vroeg naar bed. En vandaag kijken hoe ik het overleef. Want, I don't know, dit is niks voor mij, denk ik. Het is heel gaaf, de natuur is echt prachtig. Maar varen op een boot en wiebelig, I don't know. Maar dit uitzicht is wel echt prachtig, toch? Aangekomen op White Sundays op een eilandje en van de boot af, want ik werd net weer een beetje misselijk. Ik heb wel een pilletje ingenomen, ik kreeg van een meisje heel lief, maar ik weet het niet. Bootleven is niet zozeer mijn leven, denk ik. Maar het is heel mooi. Het water is zo mooi blauw. Zo mooi. Nu kunnen we hier zwemmen. We zijn even de zee gegaan. We hebben een wetsuit. Of nou ja, niet zo'n wetsuit, maar een springersuit voor kwallen. En het is zo mooi. Het water is zo blauw, want het zand is echt poederwit gewoon. Het voelde ik als poeder. En nu ga ik liggen in de jacuzzi in Holland. Ik heb 2 plekken gesnorkeld, maar de eerste was heel erg leuk, hele grote vissen gezien. Maar de tweede plek was echt heftig, hele grote golf. Want de stroom is heel hard, dus ik ga lekker in de jacuzzi zitten. We zijn juist afgezet om te kijken naar een cave. Dus we zijn 5 minuten omhoog lopen en ik ben heel benieuwd. Je kan ook douchen in de boot. Alleen als ik op de wc zit of ga douchen, dan word ik zo misselijk. Want ik was heel het zeeziek en ik was gewoon een beetje bang om zeeziek te worden. Dus ik ga straks denk ik bij het zwembad even douchen. En dit gaan we zo omhoog lopen. Het is hier zo prachtig. Thank you.
grot geweest. Je zag dan van die reëglieven. Echt super bijzonder. Dus nu weer op beneden lopen en weer terug naar de boot. Dan ga ik volgens mij nog één stop doen ergens. En daarna terug naar Harley Beach. En vandaag ga ik met de bus, met de nachtbus naar Rainbow Beach. Dus ik ben benieuwd of ik kan slapen in de bus. Ik heb nog nooit in de nachtbus gezeten. Dus we zullen het zien. Het zal vast beter zijn dan een boot. Kijk, nu lopen we omlaag op zulke stenen. Het is niet echt een trappetje, zeg maar. Het is wel een beetje gevaarlijk. Dit is trouwens onze boot. Ik zit voor de laatste keer bij de lagoon, bij het zwembad hier in Harley Beach. Want ik ga straks mijn tas even herinpakken en dan naar de bus lopen. Harley Beach is best wel een klein stadje, dus je hebt niet heel veel dingen daar te doen, maar het zwembad is geweldig. Echt het voordeel dat je overal openbare wc's hebt waar je niks hoeft te betalen en douches, etc. Als je mijn hoofd zo verwilderd uitzicht, YouTube en haar. Ik kreeg met een mail dat mijn bus een halve vertraging heeft, maar ik ga gewoon lekker daar wachten. Ik zie het wel. Mijn backpack is bijna groter dan ik ben. Zo, we zijn aangekomen in Rainbow Beach. En oh mijn god, dat de rit. Zo, harde muziek. Maar die rit was wel heftig. Ik heb even kunnen slapen gelukkig, maar het was wel pittig. Bedankt voor het kijken voor deze vlog. Doei doei!